Het doelpunt gezien vanuit de hoek van Luuk Steen. En dan zien we daar spelers van de Creators FC in de stervende tellen. Staan op de helft van succes. Maar in de 91ste minuut mag het door. En dan is het nog 4-4 ook zeg. Yo, Armando Rotgan schietend er met een rotvaart in. En het doelpunt wordt zelfs door de tegenstanders bejubeld. Klassieke goal, we kunnen niet anders dan meejuichen. Ja. Wat een goal en wat een moment in de extra speeltijd gescoord zeg. Ik zeg nog tegen Roy, mooi, nu winnen we alsnog. Scoren ze dit. Maar wel uit een dubieus moment. Dat was het moment dat Dani dus die centraal tegen. Die ging wisselen met mij. Dus ik stond bij de duckout. Dani was ook bij de duckout. En ik ging er toen in. Ja, ik kan natuurlijk dan niet verdedigen als ik nog aan het wisselen ben. Dus dat was wel een beetje dubieus. Het is een dag. Het is een wedstrijd. Het is een doelpunt waar nog heel lang over nagepraat gaat worden. Nee, ja, maar goed, wij stonden nog aan deze kant van het veld, dat bedoel ik. Nou, dan mag je toch helemaal geen aftrap nemen? Nee, dat mag sowieso niet, nee. Het is wel een aardig goaltje. Nou ja, complimenten voor die spits, want hij had hem wel heel lekker geraakt. En hij ging mooi over Noah heen, dus ja, dat was heel knap. Nog één keer, omdat hij zo waanzinnig is. De vraag is, komt er nog extra tijd bij? Ja, nee, het is afgelopen. 4-4 wordt het. Het is tijd om te gaan napraten.